Hallo mensen van YouTube, dit is mijn fur collectie 2013-2014. We gaan beginnen bij de babypijltjes. Ik heb twee keer Moon Travelers, er zitten 100 pijltjes in. Dit is babypijl knal, eigenlijk. De 100. Vies. Heb ik twee pakken van, heb ik ook bij fluit. Zelf gewoon leuke pijltjes. Daarna heb ik de Super Blink. Dat is 30 seconden lang, ik bedoel 60 seconden lang, flits. De Pearl, 96 schoten. Eigenlijk gewoon net als een Romeinse kaarsen schoten, alleen dan 96 keer. En de Spinning Blink, dat is een spinner, net zoals de Wondertol. En alleen gaat dan, als die uit is gespind, gaat die flitsen. Super Celebration Cracker is een mat van 90 schoten. En dan gaan we over naar een pakket. Ik heb alles eruit gehaald. Dit zat er allemaal in. En dat. De Thunder 1, 2, 3, 4, 5. En de mat. De Thunder Cracker. 50 schoten mat. Is altijd wel leuk. En er zaten crackingballen in. En deze dingen. Jumping Thunder. En dan gaan we door naar de Reaper, de Nederlandse slechte vlinder, heb ik alsnog gekocht. Leek mij wel leuk. Dit is eentje. Leek mij gewoon leuk. De Sky Thunder. Dat zijn de Nederlandse nitraten. Is ook een beetje verpakt zoals nitraten. Leek mij wel leuk. Dan gaan we over naar de Wondertrol. 20 stuks per pak. Vrij duur. 1 euro per pakkie. Dat is gewoon duur. Dan gaan we naar deze mat. 100 shots, 3 seconden. Ik ben benieuwd of die dat gaat halen. Lijkt mij ook wel leuk. Super 100 shots, 3 seconden, sorry. Dan gaan we naar de Thunder. Sorry. De Thunder Games. 24 dingen. Ik heb er al 4 of zo uitgeprobeerd. Altijd wel leuk. Dan de Skyblood pijlen. 4 per pakkie. 2 pakken. Leek mij ook wel leuk. Dan de rotjes. 1000 rotjes zaten in pakjes van 200. Heb ik 5 pakjes van dus. Alleen die pakjes vielen uit elkaar. Dus heb ik maar in een zak gedaan. Dan de cakes. Ook mooi. Ik heb een pakket gekocht van 1, 2, 3, 4. Nee, 3 cakes en 2 fonteinen. Alleen op de website van iets met Vuurwerk Expert of zo stond een fout. Dus heb ik deze 2 cakes gratis gekregen. En ik had sowieso deze cake gratis gekregen. Leek mij allebei wel leuk. En een paar pijltjes en aansteeklontjes. Dit is het 10 uur project. Dit was mijn fur collectie. Later!